www.vv.be. Kom aanschuiven in de sofa bij Gunther Hofmans, triatlete Sophie Goos. Sophie, heel goedenavond. Goedenavond. Het is zover, het seizoen begint. Waar en wanneer? Het seizoen begint al heel snel, dit weekend. In Panama City. In Panama? Ja, dus Midden-Amerika. Een heel verre reis en het is inderdaad heel vroeg op het seizoen. Ik heb nog nooit in februari een wedstrijd gedaan. Vorig jaar ben ik in april pas begonnen. Wat ook logischer is voor de Belgen, omdat het een beetje koud is om te trainen in de winter. Natuurlijk. Ja, want hoe is die voorbereiding verlopen? Ik ben begin december terug beginnen trainen. En in december ging het nog, maar in januari, ja, je hebt zelf gezien, met de sneeuwval en zo, heb ik heel veel binnen moeten trainen. Dus dat is lopen op de rollen, fietsen, op de loopband fietsen, op de rollen? Ja, vooral heel veel fietsen op de rollen. Ik heb ook heel veel met de crossfiets in het bos gaan. Maar kan je dan wel je trainingen die je moet doen volledig afwerken? Ja, je kan dat wel, maar dat is toch een ander gevoel als je op de rollen een training doet. Dat is toch verschrikkelijk saai vooral. Ben jij zo iemand, kan jij dat? Ik kan 3-4 uur thuis op de rollen, op je fiets? 3,5. Ja, toch? Is maximum, ja. Heb je dan zo trucjes, boekje lezen of tv kijken of zo? Want, Ja, de trainer kan er wel voor zorgen dat dat een beetje vooruit gaat. Hè. Als je een leuke training hebt met verschillende blokken in, dan ben je met die blokken bezig en dan gaat de tijd wel vooruit. Maar als je gewoon 3,5 uur moet fietsen, dat hou je niet vol. Je moet zorgen dat je een bepaalde opbouw hebt in die training. Ja, waar staan die rollen? Is dat in een trainingscentrum? Is dat thuis in de garage of in de living? Of in de living. Echt, ja? Ja, ik woon op het 14e, ik heb geen garage, dus wel een mooi uitzicht over de stad. Ja. Zeg, als we je vorige twee seizoenen eens gaan bekijken, dan zijn er twee constantes. Constante 1. In Antwerpen, de halve Ironman, win jij? Ja, de afgelopen 3 jaar heb ik daar gewonnen. 3 hele mooie overwinningen trouwens. Vooral de eerste, omdat die heel onverwacht kwam. Tegen toch een aantal grote namen. Voor het eerst eigenlijk in mijn carrière. Dus dat was misschien wel de mooiste. Nu, de 2 volgende jaren heb ik ook gewonnen. Maar dit jaar zal er misschien... Zal het misschien anders lopen, omdat ik waarschijnlijk Antwerpen niet mee zal doen. Je gaat Antwerpen dit seizoen niet meedoen. Hoe komt dat? Want ik veronderstel dat dat voor jou toch een speciale, een toffe wedstrijd is. Ja, dat is een heel speciale wedstrijd. Ik heb nog nooit zoveel mijn naam horen klinken in de straten als tijdens Ironman Antwerpen. Maar ik ga vooral, wij focussen op 2 volledige Ironmans. Ten eerste Melbourne eind maart, wat ook al vrij snel is. En een volgende in Frankfurt, die is in juli. Speciaal voor jou geloof ik, hè, Frankfurt. Ja, Frankfurt is wel speciaal, omdat daar een beetje begonnen is voor mij. Ik ben naar een vriendin gaan kijken, ik denk 6 jaar geleden, die daar de Ironman van Frankfurt meedeed. En toen ik dat zag, dan wist ik dat ik ook wilde triathlon doen. Dus eigenlijk ben je pas 6 jaar geleden begonnen? Ja, 6 jaar geleden ben ik met triathlon begonnen. En op 3-4 jaar was jij een subtopper in de wereld? Ja, het is heel snel gegaan, in het begin vooral. Maar dan maak je ook heel grote sprongen als je begint met een sport en je hebt er een beetje aanleg voor. Dan kan je heel grote sprongen maken. Die sprongen die worden nu iets kleiner. Dat is een beetje frustrerend. Gunther, je hebt ook wel aanleg voor duursporten, geloof ik. Hè? Je hebt een heel goede basisuithouding. Doe je nog vrij iets? Vrij goed. Iets te weinig op dit ogenblik. Ik heb de marathon van New York een keer gelopen. Dus ik moet zeggen, dat was al iets. Maar als ik dan zie naar de triatleten, dat is toch nog ambitie op dat vlak? Ik zou dat wel eens graag willen doen. Misschien moeten we het samen doen. Misschien samen wel, waarom niet? Waarom niet? Ik zou dat wel eens graag doen, want ik denk toch altijd dat een uitdaging is. Je hebt hem ook eens een keer gedaan, dus je weet ook waar dat is. Dus ik denk dat dat ongelooflijk veel voldoening geeft, die dingen, als je dat kan verwezenlijken. Dus ik ben er zeker wel in geïnteresseerd. Zeker, maar ik zou iets meer tijd moeten hebben om het dan te starten, want training is belangrijk dan. Hè. Ja, goed, dat zal wel van die situatie op de Bosuilen afhangen uiteraard. Zeg Sophie, maar alles draait in het triathlon rond die ene triathlon, dat is die van Hawaii. Hoe moeilijk en hoe frustrerend is dat? Dat eigenlijk al de rest mijn voorbereiding is op die ene wedstrijd? Sinds vorig jaar is het een beetje stressvoller door het nieuwe systeem met de ranking. Kan je dat eens heel eenvoudig uitleggen? Ja, ondertussen probeer kan het. Ik dat. Vroeger moest je 1 heel goede wedstrijd doen om je te plaatsen voor Hawaii. Sinds vorig jaar is het systeem veranderd voor de profatleten. Doorheen het hele jaar moet je wedstrijden doen waar je punten verzamelt. En de 30 hoogst gerangschikte atleten, die mogen alleen maar naar Hawaii. En dat wil eigenlijk zeggen dat we vorig jaar heel veel wedstrijden gedaan hebben om overal maar punten te gaan verzamelen, maar niet echt heel veel gepiekt hebben. Omdat het eerste jaar was het een beetje aftasten. Dus we gingen daar misschien nog eens voor top 5, omdat we dan toch nog 1000 punten erbij konden sprokkelen.
Dit jaar gaan we het anders aanpakken. Ik ga echt pieken naar Ironman Melbourne en Ironman Frankfurt vooral. Om dan te kunnen uitpakken in Hawaii. Maar anderzijds, de twee vorig jaar lukte dat niet, hè? Hoe nee. komt dat nu? Want twee keer, ja, je hebt je niet echt kunnen meten met de beste, twee keer geblesseerd. Ja, ik heb twee keer last gehad van mijn rug tijdens het fietsen. De eerste keer wist ik niet goed waardoor het kwam. Dat het misschien toeval was of slecht gelegen in bed. Maar nu had ik net hetzelfde dit jaar. Dus ja, dat kon geen toeval meer zijn. Dus zijn we echt wel gaan zoeken tijdens de winter waaraan het lag. En het blijken mijn grote spieren te zijn die te veel overnemen en dan verkrampen. Dat is wat moeilijk uitleg. Het komt erop neer dat ik heel veel oefeningen heb gedaan om die rug te verstevigen. En normaal gezien zou het nu geen probleem meer mogen zijn. Maar hoe zwaar is dit dan mentaal? Is dat niet in je hoofd gekropen? Want ga je nu niet met schrik naar Hawaii? Ja, dat weet ik nog niet. Ik had het ook alleen in Hawaii. Dus de wedstrijden die nu gaan komen, daar ben ik vrij gerust in dat het daar niet zal gebeuren. Maar ik denk inderdaad, eenmaal ik in Hawaii ben, als ik er geraak, dat het moeilijk zal zijn om er niet aan te denken. En ja, dat mag eigenlijk helemaal niet. Dat moet volledig, je hoofd moet leeg zijn. Want het is zo'n mentaal moeilijke sport al. En als dat nog eens binnensluipt, dan wordt het nog moeilijker natuurlijk. Ja. Straks meer. Eerst basketbal, want in de tweede klasse van het basketbal is Gimbo geen leider meer na de nederlaag in de topper tegen Brussels van dit weekend. Maar ja, hoe je het ook draait of keert, Gimbo is en blijft de revelatie. En de aanwezigheid van spelverdeler Domien Loubry zal daar wel niet vreemd aan zijn. Loubry die was namelijk 8 jaar prof en speelde op het hoogste niveau al die tijd. Maar nu, dit seizoen, vond hij plots, en dat is toch wel verrassend, geen ploeg meer. Gimbo ving hem op en dit weekend bijvoorbeeld, nog maar alleen in de eerste helft tegen Brussels, maakte hij 21 punten. Ik voel mij hier heel goed. Ik denk, het is alsof ik een beetje thuisgekomen ben. Ik heb toch tot mijn 16 jaar hier gespeeld als speler. Mensen hebben mij open armen ontvangen en ja, de resultaten zijn er ook naar. Dus. Op het plein is er heel veel feestvreugde, allee, ja, spelvreugde vooral. Dus de rol is helemaal anders. Je mocht een beetje vrijer zijn in wat je doet. Je krijgt veel spelminuten, veel vertrouwen. En ja, tot nu toe lukt dat vrij aardig. Voel jij ook thuis qua niveau in de tweede? Dat is een heel moeilijke vraag voor mij. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, je bent onder je waarde bezig. Moest er een competitie bestaan tussen eerste en tweede, denk ik dat dat misschien op dit moment mijn niveau zou zijn. Ik denk dat ik zonder een dikke nek te hebben mijn waarde nog zou hebben in eerste. Dat is mijn mening. Maar ja, er zijn zo weinig ploegen in eerste. Er is zoveel concurrentie op de point guard positie dat dat heel moeilijk is om dat waar te maken. En op dit moment heb ik er geen rauw gevoel om, want ik ben heel gelukkig op dit moment. Alleen de mijn eigen eer is een klein beetje gekrenkt soms, maar voor de rest heb ik er eigenlijk geen probleem mee. Heb ik de vrede meegenomen. Je was 8 jaar prof, nu het eerste jaar niet meer. Hoe heb je dat aangepakt? In het begin valde wel een beetje in het spreekwoordelijke zwarte gat, zoals elke prof dat beschrijft. Dus dan heb ik zelf voor mijn eigen beslissing gemaakt dat ik na kerstmis zou beginnen werken. Moest er geen nieuwe ploeg komen, die is er niet gekomen. Dus dan ben ik maar beginnen werken en dat verloopt nu prima. Droom je nog van eerste? Dat wel, sowieso. Ik denk als je een bepaald niveau had in basketbal of in welke sport ook en je het gevoel dat je nog mee zou kunnen op het hoogste niveau, dan speel je ervoor en dan train je ervoor. Maar gelijk het nu loopt met tweede klasse en het feit dat ik nu ben beginnen werken en dat ook heel leuk is en uitdagend is om iets nieuws te doen, zou het toch wel een goede aanbieding moeten zijn om mij te kunnen overtuigen van terug alles op basketbal te zetten. Nee. Moeilijke keuze dus. Heel moeilijke keuze. Sophie, basketbal dat is een teamsport, triathlon dat is een individuele sport. Of is dat nu wat veranderd sinds je 2 jaar geleden bij dat profteam, bij Uplays, terechtgekomen bent, waar jullie met 7 waren, nu met 6 zijn? Is dat een heel klein beetje een teamsport geworden dan? We gaan wel samen op stage bijvoorbeeld. We trainen ook elke donderdag samen op Uplays in Meissen.
Dus het is wel heel plezant en we kijken er ook wel naar uit om samen te trainen. We hangen ook wel goed aan elkaar, mm-hmm. maar uiteindelijk blijft het een individuele sport. In de wedstrijd moet je het helemaal alleen doen. Als ik met Tine in de wedstrijd zit, dan blijven wij even grote concurrenten. Tine Dekkers, je ploegmakker. Oh. Ja, mijn ploeggenootje. Uh-huh. Ja. Oh, schattig. Ja. Ja. Zeg Gunther, sorry, een vreemde overgang, misschien wat minder schattig, maar Eddy Wouters, de voorzitter, jarenlang langstzetelende voorzitter van Antwerp, die is enkele weken geleden ontslagen. Was dat een voorbereide en een bewuste zet? Voor ons niet. Het is de algemene vergadering die beslissing heeft genomen. Dus de voorzitter komt nog altijd op de club, gaat naar elke wedstrijd kijken, komt ook nog eten voor de wedstrijd. Dus de voorzitter blijft gewoon... Maar ja, je hebt er toch iets mee te maken, veronderstel ik dan. Jij bent de baas op de Bosuil. Ja, oké, maar ik heb niks met de algemene vergadering te maken. Hè. Wij hebben er twee stemmen in de algemene vergadering op de 38. Dat ben ik en Paul Heijlen. En voor de rest zijn er nog 36 andere mensen in die de beslissingen nemen daarin. Dus wij hebben er eigenlijk niks in te maken in de algemene vergadering van de VZW. Laten we het zo stellen. Ja, ik geloof een dag of 3, 4 na zijn ontslag zei Eddy Wouters hier in onze studio van Wakker op zondag het volgende. Ik wil dat helemaal afsluiten, als zij dat ook afsluiten, als je verstaat wat ik wil zeggen. Hè. Nee. Er zijn toch nog zaken te verheffen, hè? Geld dus. Onder meer, ja. Ja, dat is normaal, hè. Ja. Zoals vragen weggegaan bij Beerschot, heeft Van Moppen ook zoveel moeten betalen, hè. En gaat u het hard spelen? Gaat u dingen terug eisen? Ja, het is nog te vroeg voor het allemaal te zeggen. Hè. Het is nog... Allee, ik kan nog niet situeren waar al de knelpunten, de pijnpunten liggen, hè. Binnen een paar weken zal dat wel duidelijker worden, ja. We zijn intussen een paar weken later. De onderhandelingen zijn bezig, dus ik kan er weinig of zeggen, iets over zeggen op dit ogenblik. Dus dat maar zal de toekomst kan Eddy Wouters iets terug eisen? Dat kan hij zeker. Hij heeft schulden in de VZW zitten. Dus, maar daar zijn we over aan het onderhandelen. De schulden zijn nu voor een bepaalde periode bevrozen. Dus, maar hij heeft wel een stok om mee te slaan, zeg maar. Op dit ogenblik heeft hij geen stok, maar in de toekomst kan dat nog gebeuren. Maar daarom zijn we ook onderhandelingen begonnen. Daarom hebben wij ook gesetteld met Colvert. Verwacht jij dat dit nog problemen kan opleveren? Dat zal van de voorzitter afhangen. Van onze kant zeker en vast niet. Wij proberen de club op de rails te zetten en dat is onze prioriteit nummer 1. De voorzitter is daar ook iemand in heel het geheel. De voorzitter is nog altijd welkom op de club. Hij is er nog elke week, bij wijze van spreken. Dus voor ons is er geen enkel probleem mee. De hand? Waarom niet? Ja. Ik heb geen probleem met de voorzitter, laat dat heel duidelijk zijn. De wedstrijd die eraan komt, dat is meteen het begin van de derde periode. Hoe belangrijk is die voor jullie? Ja, heel belangrijk natuurlijk. Hè. Jullie willen die eindronde nog spelen? Goh, dat hebben we in het begin van het seizoen ook gezegd. Dat blijft nog altijd een klein beetje een er waren twee prioriteiten bij ons. Eén is nog altijd het financieel. Twee was proberen de eindronde te behalen. Ja, er zijn nu nog 12 wedstrijden, we kunnen eraan starten. De derde plaats is ook mathematisch zo goed als zeker is dat eindronde. Laten we misschien de stand eens bijhalen. En dan zien we dat, mag ik zeggen dat Eupen en Charleroi gaan vliegen zijn. Maar het is inderdaad zo goed als zeker dat die derde plaats recht geeft op een eindronde. Is dat waarop jullie mikken, die kloof is 5 punten? Ja, we mikken op de twee fases eigenlijk, laten we het zo zeggen. We mikken op de klassering. Maar ja, ook de derde periode is daar ook nog altijd natuurlijk. Hè. Dus daar kan ook nog altijd gewonnen worden. Dus op dat vlak zijn er nog twee manieren om in die eindronde te geraken. Dus laat ons hopen dat we een beetje het geluk aan onze kant hebben en dat we die eindronde kunnen behalen. Sophie, je doet intussen heel goed je best om geïnteresseerd te zijn, zie ik. En je kijkt niet, je volgt alles. Maar ken jij wel iets van voetbal? Wist jij wie Gunther Hofmans was of wat Antwerp is? Ja, want ze hebben dezelfde kapper. Nee, ik wist het. En natuurlijk Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge, is mijn sponsor van Uplace. Dus zo volg ik het wel een beetje, het voetbal. En we zijn overlaatst zelfs gaan kijken met de ploeg naar Club Brugge, Sint-Truiden. Maar de enige goal die er gevallen is, heb ik gemist omdat ik foto's van mijn eigen ploeg in de tribune aan het maken was. Dus toch een beetje een teamsport, soort van teambuilding eigenlijk. Ja. Zeg, ik lag ergens op een website, iets waar jij vrolijk van wordt, is een bakkervitrine. Ja, ik eet graag. Ah. En ik eet graag lekker en zoet. Dus dat is... Zeg, en hoe lang wil jij nog aan triathlon doen? Op het topniveau? Ik doe het nu sinds mijn 25. Dus als ik het kan volhouden tot mijn 4,35, dan heb ik het 10 jaar gedaan. Ja, want ik las ook op diezelfde website dat jij voor tv wil gaan werken en presentatrice wil worden. Ja, misschien konden wij ruilen. Jij triathlon doen en ik in de zetel op die plaats gaan zitten en jij op deze plaats. Ja, maar goed, tot slot, wat is de sportieve droom? Laten we het voorlopig daarbij houden. Twee goede Ironmans doen... ter voorbereiding van Hawaii, zodat ik hopelijk naar Hawaii kan, dat ik genoeg punten zal halen.
En dan in Hawaii, ja, ik vrees dat ik ondertussen moet zeggen, Hawaii uitdoen. Maar ja, dat kan... Die top 10 ambitie, die blijft toch veronderstellen? Ja, dat kan geen doelstelling zijn als je profatleet bent om een wedstrijd uit te doen. Maar ik hoop dat mijn rug het daar houdt en dat ik dan zeker top 15 en zo dicht mogelijk bij de top 10 kan eindigen daar. Wat is de sportieve droom van Gunther Hofmans? De sportieve droom is proberen de eindronde te spelen, dat moeten we niet flauw overdoen. En op iets langere termijn droom je nog altijd van die grote Antwerpse club? Ik denk dat het potentieel er is. De supporters zijn er elke week, dag in dag uit. Laten we zeggen, elk weekend 6.000-7.000 bij ons. Op verplaatsing 1.000 mensen, 1.500 mensen mee. Die club die leeft, die bruist. Ik blijf zeggen dat dat een slapende reus is en dat we die tot leven gaan wekken. Goed, Gunther, Sophie, maak het nog gezellig bij de kapper en mogen al jullie sportieve dromen vervuld worden. En de andere ook trouwens. Dank u wel. Dank u. Zo, dit was Sport op maandag. Ik zou zeggen tot zondag, tot scoren op zondag. Goedenavond.